Hallo, welkom op mijn vlog. Ik ben Leontien, ik ben 43 jaar oud en ik ben getrouwd al 20 jaar of zo. We zijn al 25 jaar samen. Ik woon hier op de boerderij in Brabant met mijn zoon van 20 en met mijn man. En heel veel paarden, honden, kippen en katten. En ik ga jullie meenemen in mijn leven als amateur dressuur Amazone. En ik ga jullie er alles over vertellen. We gaan gekke dingen meemaken waarschijnlijk, want mijn leven loopt nooit zoals het moet lopen. Maar dat gaan jullie allemaal meemaken. Ik heb er zin in. Dit jaar wil ik een aantal dingen bereiken. 3 jaar geleden heb ik voor het laatste subtop gereden. En ik heb met deze knappe jongen hier achter mij, Pipo, heb ik al een keer lichte tour gereden. Die heb ik zelf daarna opgeleid. En met zijn, ik noem dat zijn broer, maar met een ander paard, Brammetje, heb ik ook opgeleid tot de lichte tour. Die is helaas overleden op het moment dat hij bijna Grand Prix klaar was. En die brak zijn benen, dus dat was afgelopen 3 jaar geleden. Dat was heel verdrietig. Maar inmiddels ben ik weer, eigenlijk toen ook al had ik Mr. Flappy ook al gekocht als 4-jarige. En die is inmiddels bijna zover dat hij ook weer de lichttoer in kan. Alleen mama wordt ouder. En het is allemaal heftig. Het is niet moeilijker dan 3 jaar geleden. Maar de eisen worden ook weer strenger en een goed paard wat door een mooie proef en loopt, scoort nog steeds. Maar het is wel het is wel weer anders. In de afgelopen 3 jaar heb ik veel getraind. Veel emoties doorstaan aangezien je best wel lekker meelopend in de subtop ineens helemaal weer op niks stond. En als je altijd hebt gedroomd om Grand Prix te kunnen rijden en daar bijna bent, en dat stort ineens helemaal in, denk je ook van, nu. Dus dat heeft al een tijdje geduurd voordat ik weer de zin erin had. En gewoon weer op de rit alles kreeg. Mr. Flappy, die ik als 4-jarige heb gekocht, die is ook niet de makkelijkste. Ik koop nooit paarden die klaar zijn of iets. Want daar hebben we gewoon centjes niet voor. Dus ik moet ze zelf opleiden. En ik kies eigenlijk altijd wel voor springgefokte paarden. Behalve Brammetje, die er dan nu niet meer is. Die was dan helemaal dressuurgefokt. Ik wil heel graag in juli in Outdoor Zeeland bij de Crow zou ik heel graag mijn debuut willen maken met Mr. Flappy. Maar daarvoor moeten nog een aantal dingen gebeuren. Niet geheel onbelangrijk is dat ik 8 kilo moet afvallen. Want mama komt door verdriet erg veel bij. En een beetje emo eten, zeg maar. Ik denk dat mensen zich daar best wel in herkennen. Heel veel pogingen al gedaan. Maar ik mis ruggengraat. Dus ik hoop dat doordat ik het met jullie ga delen, dat ik het dan wel voor ga houden. En dat ik dan in ieder geval een hele sterke armen krijg. Want van het vloggen krijg je wel spierballen. En ik neem jullie mee in mijn reis naar juli in ieder geval. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ondertussen doe ik ook veel schrijven bij subtopwedstrijden. En ook daar wil ik jullie een kijkje in geven, aangezien je heel veel vloggers hebt die zelf meerijden en die jullie alles laten zien over de trainingen en dat soort fratsen. Maar eigenlijk vanaf de andere kant, vanaf het juryhokje, zie je eigenlijk nooit wat en daar leer je zo ontzettend veel. Even voorstellen aan mijn kinderen, noem ik ze altijd maar, die nu elkaar aan het opeten zijn. Helemaal rechts, voor mij in ieder geval hier, rechts, die met een pen in hand. Pipje. Pipje. Hij kijkt gewoon niet. Dit is mijn allerbeste vriend. Die nu echt gewoon wegloopt. Dat is echt niet aardig. Pip, kom. Kom eens hier, jongen. Ja. Kom maar, vriend. Kom eens hier. Kom eens kijken. Hallo, knappe jongen. Dit is mijn allerbeste vriend. Die echt
die heeft mij al zoveel keer weer blij gemaakt en nog steeds. Pipo wordt dit jaar 22. Nee, 21. En met Pipo heb ik lichte tour gereden. Pipo is een helemaal springgefokte ruin. Met de knapste witte wimpers die je maar kan verzinnen. Kijk hier, alle knappe jongen. Pipo staat hier lekker te genieten van zijn pensioen. Dan achter mij, vinger. Helaas moet ik dat filmen. Achter mij hier, Jutte Jul. Die bruine, deze, is mijn allereerste paard. Dat is Sjandor. Sjandor is een ook springgefokt, Hannoveraan. En dat is een broer, halfbroertje van Satchmo van Isabel Wert. Het is ook geflipt springpaard, helaas. Die kon alleen maar heel hoog springen. En daar heb ik de dressuurpaard van proberen te maken. Maar met 12 jaar was die stuk. En dus die staat al 13 jaar met pensioen. En ja, hij is nu 25 en ik denk dat hij 100 wordt. Niet elkaar opeten, jongens. Dit is de gele jongen, ons Marokkaan noemen we hem altijd. Die is van mijn zusje, dat is Denver. En die heeft ooit M2 gelopen en die heeft mijn zusje heel veel plezier gegeven. Maar ook die is met pensioen, die is volgens mij ook 22, als ik het goed heb. En ja, met z'n drieën hebben ze een beetje speciale band. Denver en Sjandor zijn de beste matties ever. Maar Pipo, onze prins, die vindt eigenlijk nog steeds dat hij hier niet hoort. Want hij moet nog steeds, we hebben achter een stal, zeg maar achter ons huisstal en voor is de sportstal en achter is de pensioenstal. En hij vindt nog steeds iedere dag dat hij eigenlijk naar voren moet. Maar Pipje, thuis. Kom eens even mooi kijken in de camera. Je bent zo gek op de camera. Hallo knappe jongen. Hallo knappe jongen. Yeah, I love you. En dus ja, die voelt zich eigenlijk nog steeds te goed. Ook Pipo moest helaas uit de sport door een zware blessure. Maar in zijn hoofd is hij nog steeds in topvorm. En draaft hij nog met het mooiste gemak hier door de wei heen. En ja, dat zuigen, dat doet hij al zijn hele leven. En dat... helemaal geen probleem. Hij is inmiddels 21, dus no problem. Nou, dat zijn mijn pensionada's. Mijn bejaarden. Nou, hallo, daar zijn we weer. Dit is Mr. Flappy. Mr. Flappy is een BWP'er, Belgisch warmbloed. Helemaal springgefokt. Zijn papa springt onder Jur Vrieling in het Nederlands team. Dat is Glasgow van het Merelsnest. En ja, eigenwijs zoals ik ben, probeer ik ook hiervan weer een dressuurpaard te maken. Wat redelijk lukt. Ik heb heel wat voeten in de aarde gehad. Ik haal hem net uit de paddock. En ik ga kijken of dat ik hem ooit nog schoon krijg. Want het is echt de grootste smeerlap die er is. Hij is niet zo groot. Hij is 1,65. En kijk uit, wat weet nu het poezenhokje op. Kom. En we komen hier in, ja, zoals wij het noemen, de sportstal voor. Oh. Kom, ga jij maar eerst even plassen. Als je in de paddock hebt gestaan, moet je eerst even plassen. Alweer vies. En ja, hij ziet eruit. Oh, ga maar even plassen. Goed zo. Heel goed. Kijk, plassen op commando. Dan hebben we ook nog drie stalletjes. Hier heeft Elmootje gestaan. Elmootje die is er helaas niet meer. Daar ga ik nog een keer iets over vertellen. Nu staan de mini Shetlanders er. Die hebben we ook nog. Die staan ook nog in de paddock. En ja, ik hoop dat hier binnenkort, tenminste binnenkort, binnen nu in een half jaar ongeveer, ja, dat weer een leuk nieuw paard heb gevonden. En nou ja, die reis ga ik jullie ook mee meenemen. Hij is al een half jaar bezig de reis en helaas nog niet goed geëindigd, maar dat gaat helemaal goed komen.